otra vez. Aquí la tengo otra vez. Diciendo que quiero otra vez. Volgens mij gaat Jurgen de vlog van vandaag kijken. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Ik moet niet zo. In die elleboog. We zijn met de laatste dingen bezig. Alle bestellingen. Ik ga even een boodschap halen voor onderweg. Lekker. Dan doe ik ook nog eventjes een goede daad. Dan neem ik even iemand uit het dorp mee die ook wat boodschappen moet halen. Want vanmorgen zijn de winkels nog open en dan zijn ze drie dagen dicht bijna. Fiesta is het hier in Spanje. Dus op naar beneden. En Demi gaat ook zo nog boodschappen halen. Ja. En dan gaan we bijna vertrekken naar Nederland. Ja. Het is vandaag weer stralend weer. De zon schijnt. Het is wel een frisse wind. Het is eigenlijk een beetje een soort van wintersportgevoel. Wel een beetje fris. Maar toch erg lekker weer. We gaan dus apart naar beneden. Want ik neem Fernando mee. Die wil ook nog even wat boodschapjes doen. Dus die gaan we even ophalen. Daar gaan we weer. Eh? Ik ga voor een chino. Oké. Een mascarilla, ik ga comprar mascarilla. Oké. Porque tengo que comprar un paquete. Siempre tiene uno. Yo tengo mucho. Sí, pero bueno. ¿No te lo he dado yo uno? Sí, pero tengo, no sé, lavado, no sé dónde. Ah, ok. Es que como tengo todo revuelto ahora, Lisa, muchas cosas revuelto, yeah. He cambiado de ropa. No, deja. No, pero ponlo ahí, porque sí, si hay. Ahora en retonda abajo, sí. Sí. Tabaco. Lo tira. Es que ayer no podía. Ya, tranquila. Tenía tanto trabajo. Con jabón ahí. Oh. Y para todo, ¿cuándo fue? Hey! Kun je een plekje vinden? Ja, ja, een stukje verderop bij de apotheek. Oh. Ja. Precies op zo'n gele plak. Je kan ook hier zitten, hè? In de zon. Ja, lekker. Wij hadden vast al een koffie en een chocolademelk besteld. Ik zeg het al dat ik wel bij reed. Erg lekker, ziet het eruit. En jij hebt ook een lekkere warme chocolademelk. Goed voor de lijn. Nou ja, in Nederland, als we natuurlijk alles langs gaan brengen. Hebben bedacht dat we het liefst geen taarten meer hebben, geen bossenbollen meer hebben. Want dan nou, spreek even voor jezelf. Ik vind het niet erg hoor. Dus dan wel voor Jurgen en Daniel, maar niet voor Demi en mij. Ik hoop dat als ik in Nederland ben, dat ik weer wat meer kan gaan sporten. Dus dan kan die taart kan dan gewoon weer bij hoor. Ja, geen probleem. Ik ga niet sporten, dus voor mij dan geen taart. Ja, ik wil wel gaan sporten, maar ja, doe maar geen taart. Moet neer te weten. Is die lekker? Heerlijk. Ja? En het zei ze terwijl ze een chocolademelk met slagroom ging drinken. Ja, nu kan het nog. In Nederland kunnen we natuurlijk niet meer naar de restaurantjes en de barretjes. Nee. Maar dit is de laatste keer dat wij op het terras zitten. Ja, de laatste keer dat wij op een terras zitten voordat het jaar om is inderdaad. En dan ook nog eens zo. Nou, aan het strand. Ik weet het niet. Nou, smaakt die? Zit een beetje. Ik vind het heerlijk. Ik vind het leuk om naar Nederland te gaan. Ik heb er ontzettend veel zin in. Maar dit zou ik ook wel weer missen. Ja, tuurlijk. En ik heb een koffie. Oh, lekker hè? Ook lekker. Gewoon een lekkere koffie. Moesten jullie niks erbij? Nou, ze vroeg binnen. Nee. Ja, ze vroeg net of je kan ook een broodje eten hier. Nou, ik heb nog niet echt. Demi heeft eigenlijk nog niks gegeten. Demi zei dat ik wel. Heb je gewoon nog helemaal niks gegeten? Demi wil gewoon doen. Nee, ben je niet. Heb je nog helemaal niks gegeten? Nee, want ik dacht, we gaan altijd snel boodschappen doen. Dan gaan we terug, tickets versturen. Dan ga ik dan eten. Zo slecht. Zo dus, intermittent fasting, jongens. Intermittent fasting. Intermittent fasting, yes. Ja, ik denk dat in Nederland pas de terrasjes en helemaal buiten zitten pas echt vast volgend jaar in mei zou zijn. Ik denk het niet.
Nee? Denk je eerder? Ja, maar ik ga sowieso... Ik ga toch niet in Nederland in januari, februari op een terras zitten buiten? Ja, maar als er gewoon lekker kachels erbij, is toch heerlijk? Ja, oké, maar dat is toch anders. Dat is niet... Dat deden we bij de kerstmarkt ook allemaal. Dan zit je lekker buiten met die heater, lekker je sjaal, je muts op, bij de ijsbaan. Maar nu zit je echt gewoon... Buiten, in de zon, en we zitten niet eens onder het afdakje, maar we willen eigenlijk liever in de zon zitten. Dit is wel heel, heel erg lekker. Ja, en er staat ook wel veel wind vandaag. Dus... Je zit hier helemaal uit de wind. Ik vind toch een beetje dat het een beetje zo'n wintersportidee, weet je, ja. Het is wel koud en fris. Wil je mijn telefoon zien? Ik liep vanmorgen naar beneden en ik zei, goedemorgen, ik loop hier heerlijk in het zonnetje, maar het is toch een beetje zo'n wintersport. Kou hier. Ja, want de wind is echt wel een beetje ijzig, vind ik. Ja. Ik vind het een beetje echt wel fris. En het is ook best wel fris, maar als die zon dan denk je, oh lekker. Uit de wind zo, lekker ergens. Dan zou je zo op zand kunnen liggen. Nou, ik ga niet op het strand liggen nu liggen. Als ik een windscherm zou ik zo op het strand liggen. Ja, dat vind ik niks nu. Oh heerlijk. Oh heerlijk. Kijk eens, wat een lekkere broodjes. Een broodje tonijn. En wij hebben alle twee een broodje met aardbeien, Sham. Van Helios. Ik zou wel denken dat het wat anders is. Dat we helium gaan, maar dat is het niet hoor. Zo lang gedaan over het smeren dat wij het gewoon al bijna op hebben. Ja. En jij begint nu pas. Ja. 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 Hoeveel moest je betalen? Is dat niet te geloven? €9,10. Zo, dat is wel goedkoop. Drie broodjes. Twee warm chocolade. Twee warm chocolade, twee koffie. Ja. Ja. Dat is toch helemaal niks? Nee, dat is goedkoop. Kijk uit. Gaan we nu naar Fernando? Camping? Ja. Fernando ophalen? Fernando ophalen. Dus die heb ik even... Kon hij nog even boodschappen doen voordat we weggingen, kon toch? Kon hij even een biertje drinken op de camping? Ik sta daar, hè? Ik ja. Zie je ja. Zo. Oké. Okay. Ja. Zo lekker samen voor de kachel met z'n tweeën, hè? Ja. Hé, hey, waar ga je nou heen? Waar ga je nou heen? Kom. Kom eens. Kom, 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 kom. Ja. Kom maar, ga even bij je goed vriend liggen. Ja. Ja. Ik heb net even wat gereedschap gepakt. Ik ga even een sluitingje, scharniertje. Ja, wat is het eigenlijk? Een sluitingje. Het is geen scharniertje. Een scharniertje dat zit in de hoekjes om een deurtje open te doen. Dit is een sluitingje voor op het raampje wat ik van de week in de grondverf heb gezet. Maar inmiddels zijn... Lies, Demi en Daniel ook weer thuis. Maar ik heb geen idee waar ze geweest zijn. Hey, hola. Hallo. Jullie zitten alweer aan de administratie. Jullie zitten alweer aan die arbeid. Zoveel bestellingen binnen. Waar zijn jullie geweest? Nou, wij hebben lekker even geluncht met z'n drieën. Ja. Jij ging sporten. Dus dat heb ik weer misgelopen. Chocolademelk, slagroom. Oh ja. En hier, boodschap gedaan. Was een voorbereiding op de winterse klimaat in Nederland. Nou, echt wel. We zaten wel lekker in de zon. We zaten heerlijk in de zon. Nou, ik moet zeggen, met sporten was het ook lekker zonnig. Ja? Ik had zelfs warm. Ja, dat is mooi. En jij was ook mee, Daniel? Ik was ook mee. Oh. Ik was ook van de partij. Je hebt ook slagroom op. Nee, geen slagroom. Oh, ik kan wel twee koffie op. Lekker hoor. Nou kijk, hier hebben we dat raampje natuurlijk. En even zoeken waar ik die scharniertjes heb gelaten. Die had ik al in de keuken gelegd. Kijk, dat is deze. Die maak ik dan weer op. Met het houdertje. En een paar knopjes, die had ik ook voor erop. Nieuwe. Dan ziet hij er weer netjes uit. Ik heb ondertussen ook nog even koffie gezet tussendoor. Oh, dat is erg lekker. Dat vind ik altijd heel belangrijk. Als ik weer een nieuwe klus ga doen, neem ik altijd koffie, kan goed nadenken. Heerlijk. Ik ga eerst even opmeten voor de knopjes. Dat ze precies mooi in het midden van het raam komen. Het raampje zelf is 42, dus de helft is 21. Kijk, 21. Dan zitten we hier. Dus dan leggen we hem gewoon zo neer. Dan, als het goed is, is daar ook 21. Dan zitten deze schroeven bij. Kijk, en die zitten op verschillende lengtes kun je ze afbreken. Er zit schroefdraad. En hier kun je hem op breken. Schroefdraad breken. Dus ja, het ene hout is dikker dan het andere hout.
Dus dan kun je precies kijken, boor je een gaatje voor, dat de schroef er doorheen kan. En dan kun je hem op lengte afbreken, zodat je die erop vast kan schroeven. Zo, ik ga even een eitje maken. Kijk, en ik doe altijd, nou, normaal gesproken als ik meerdere eitjes, doe ik altijd de eitjes even scheiden. Tenminste het eigeel, maar ik doe er eerst twee in. Dat is goed zo. Even roeren natuurlijk. Welkom bij een nieuwe kookvlog. Mij niet heus. Doen we even lekkere olijfolie. De extra virgin olijfolie erin. Kurk er weer in. Hier hebben we het eitje. Hoppakee. Die doen we erin. Eitje zit erop. Even zo. Die twee helvies. Hartstikke idee. Alsjeblieft. Ah, oh, nice. Goed hoor. Moet je nog saus hebben? Nee hoor. Nee? Nee. Oké. Ja, een broodje pindakaas. Kijk eens. Dankjewel. Alsjeblieft. En één eitje. Oh, dankjewel. Had je een beetje zout erop gedaan? Zal ik even pakken? Oh, Loetje. Kijk, 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 kijk. Ik ga hier achteraan. Ik krijg hier wat. Ja, ja, ja. Kom, kom, kom. En de zout. Hij is erg lekker, Daniel. Ja? Ja. Top. Ga ik voor mezelf ook even eitje maken. Broodjes hebben weer achter ons holle kiezen. Ja. Accu is weer opgeladen. Rappo die is alleen maar vervelend bezig. Ik vind een knappegaatje erbij boren. Wat is? Loen, kom. Pak Rappo. Kom, hier. Kom. Pak hem. Hier zo. Pak hem. Pak hem. Pak hem. Hier. Ik hou hem vast. Ik hou hem vast. Hier. Pak hem. Pak hem. Pak hem. Pak hem, bijt hem in zijn been. Zo, ik heb deze afgeknipt, want dit was de goede lengte. Komt er een klein stukje uit, dus dan kun je hem er zo opschroeven. En dan zit er zo mooi op. Oh, nice. Je kunt hem dus weer makkelijk open en dicht doen. Ja, nu alleen nog het slotje, toch? Dan gaan we deze er nog op monteren. Ik denk dat ik die een beetje lager doe. Ik denk op deze hoogte zo, is wel leuker. Kun je er wat makkelijker bij. Het is natuurlijk een vrij hoog raampje. Ik heb twee weken geleden natuurlijk, een week geleden volgens mij, heb ik hier de achtertuin, bij ons aan de andere kant van het huis, heb ik helemaal opgeruimd, alles aangeveegd. En hier stond natuurlijk de tafel. Er ligt nu wel weer wat troep vanwege de wind. Maar hier stond die tafel, die heb ik uit elkaar gehaald. Dus dit is in het principe allemaal al winterklaar. En natuurlijk ben ik ook, dat was dat 2 dagen geleden, boven op het terras even opgeruimd. Dus dit is in het principe ook al helemaal netjes en klaar. Dat had ik jullie ook al laten zien. Maar het begint steeds harder te waaien, dus ik ga maar even weer de was van de lijn afhalen voordat het zo meteen ergens beneden ligt. Dus alles is eigenlijk al klaargemaakt voor vertrek naar Nederland rondom het huis. En... lukt het? Zeker. Zit hij er al op? Bijna. Kan hij al op slot? Almost ready. Ik kom even aan de andere kant om het even te laten zien. Ja, dus zoals ik zei, alles rondom het huis is helemaal klaar. Alles staat binnen. Dus dan kunnen we, nou ja, voor hoe lang weet ik eigenlijk nog niet. Maar dan kunnen we in ieder geval naar Nederland. Zonder dat er dingen buiten staan die niet buiten horen te staan. Of dat het stuk gaat, of dat het door de wind omvalt of wat dan ook. Dus daar moet je ook altijd wel rekening mee houden. Vooral hier in Spanje met die harde wind in die bergen. En, zit die erop? Ja. Nou, top. Hij zit dicht.
En ja, ik heb hem ook een beetje klemmig gemaakt. Vanwege de wind? Nou ja, dat hij niet gelijk, als de wind, het kan niet behoorlijk waaien, dat tegenaan beukt. Ja. Gelijk los, dus dan zit hij goed dicht. Is die winter klaar? Winter klaar. We zijn nog even heel druk, maar ik ben onderhand even aan het inpakken. En inpakken houdt in dat ik een kerstcadeautje heb gemaakt voor de meiden van Huis de Rino. Dus die pak ik nu even in en dan ga ik die even naar ze toe brengen. En dan ga ik ze vast gedag zeggen, want het is natuurlijk zondag vandaag, Deem. Ja. En morgen zijn ze natuurlijk niet, want dan is natuurlijk eigenlijk alles gesloten, maandag, dinsdag en woensdag. Ja. Oh nee, morgen is een feestdag. Ja, morgen zijn ze wel dicht, toch? Nee, morgen zijn ze volgens mij alle kerstversieringen aan het doen. Dan zijn ze open. Oh. Ja, ik heb gewoon zin om even naar boven toe te rijden. We moeten morgen nog genoeg doen. Dus we moeten morgen nog genoeg doen, dus dan kan ik dat even doen. En dan is het allemaal vast klaar. Dus we zijn druk. Want ja, morgen nog één dagje. En dan gaan we rijden. Het wordt wel weer een hele reis. We gaan het in 2 dagen doen. Dus morgen alles inpakken bij Paco. In de aanhangwagen. In de bussen. En dan zijn we er klaar voor. Ik loop dus even buiten. En niet alleen, want er moet natuurlijk iemand geoefend. Iemand moet even oefenen om buiten te plassen. Die moet leren buiten plassen. Toch? En ik heb natuurlijk ook een beloning. Maar dan moet er eerst geplast worden. Ga maar plassen. Ga maar plassen doen. Je moet eerst plassen. Want anders mag je niet een snoepje. Nee. Dus ga maar even laten zien dat je een grote meid bent. En ga maar even plassen. Doe maar. Ga maar plassen doen. Ga je doen? Ga je doen? Kom. Goed zo. Goed geluisterd. Auw. Zachtjes. Goed zo. En nou moet je nog plassen. Ga plassen. Nou, ik krijg het koud. Ga plassen. Hup. Plassie doen. En dan sta je hier gewoon de hele tijd te wachten. En heen en weer te lopen. Zodat kleine Luna even gaat plassen. Maar dat doet ze maar niet. Dus ik blijf nog heel even staan. Hier in de hoek. Uit de wind. Wacht tot ze gaat plassen. Ja. Ja, ga maar laten zien. Nee. Het wordt al bijna donker, dus ja. Nu kan het nog gefilmd worden, moet je kijken. Ja, ga je weer mee? De andere kant eraf. Kom deze kant eraf. Ze weten precies waar ze heen moet. Ja, goed zo. Oh, voorzichtig. Nee, snoepje mag je niet. Dat is glad, hè? Zo, even wachten. Ga maar. Nou, dan gaat hij maar weer terug in de doos. Nee, want je hebt niet geplast. Kom eruit. Joejoe, kom eruit. Hé, hey, joh. Oh, joh. Nee, helaas. Helaas, pindakaas. Max heeft zichzelf eraf gereden. Nee. Ja, eigenlijk door Perez en Leclerc. Joh. Die gingen tegen elkaar aan. Dan moest Max uitwijken en die vloog in de bandenstapel. Dus was klaar. Kom maar binnen. Dus, nu start hij? Nee, is eraf. Dat was tijdens de race. Ja. Geen punten voor Max. Nee.
Nada, dus geen punten voor Max Verstappen. Hallo allemaal. Hallo. Hallo. Groeten. Dus we gaan even lekker eten, hoor ik net. Eindelijk. Lieve mensen. Hallo. Omdat wij natuurlijk weer onderweg gaan naar Nederland. 2 dagen. Ja, leek het ons een leuk idee om een vragenrondje te doen. Ja, en dat doen we dan ieder per koppel. Je hebt dus Daniel en Demi. Jurgen en Elisa. Per auto doen we het. En ja, en Mappo. En dan mogen jullie allemaal vragen stellen. En dat moet je dus even onder deze video in de reacties een reactie schrijven wat jouw vraag is. En dan kunnen we die onderweg beantwoorden. Dus ga niet vragen of we nog contact hebben met de andere koppels. Nee, alsjeblieft niet. Want die hebben we al 10.000 keer beantwoord. Ja. En vraag ook niet van wat vinden... Wie zijn er nog? Nee, wat vinden Elisa en Demi ervan? Want dat kan niet. Want Demi zit bij mij in de auto, dus de vragen kunnen alleen maar per mij en Demi zijn. Ja. Of voor Jurgen en Elisa. En Wappo zit bij mij in de auto, dus je kan ook nog vragen aan Wappo. Ja, wat via mij. Dat kan wel. Demi belt mij dan even, dan bel ik in de invoice van, zeg Demi, wat vind jij ervan, Lies? Dan flits ik met de lichten. Geen probleem. 2 keer flitsen is ja en 3 keer nee. Je krijgt echt geen strafpunt hoor, als je het doet. Dus als je een leuke vraag hebt, laat het even weten hieronder in de reacties. Wat zou jij nou graag willen weten? Hoe vonden jullie trouwens het eten vanavond? Heerlijk. Heerlijk, schat. Je bent geslaagd als kok. Matthias die vroeg al wanneer die macaroni kon komen proeven. Ja. Dus dat moeten we nog een keer doen en een afspraak maken voor. Okay, ja. Doen we. Was dat de vraag? Jullie weten dus nu wat jullie moeten doen om vragen te stellen. En dan beantwoorden we ze in de vragenronde in de auto als we onderweg zijn. En wie weet, komt jouw vraag tevoorschijn? Doei!